aan de telefoon de heer Samson en de heer Van der Leuf. Ik heb begrepen dat daar wat technische problemen zijn, dus het zou... Ja, oké, okay, het is een stuk beter geworden, maar we horen je heel slecht, maar goed. Pardon? Ja. Gaat het een beetje beter, want ik heb begrepen dat het internet is uitgevallen daar. Internet, we hebben geen internet helaas, dus datgene wat we hadden voorbereid, gaat niet, maar we passen ons wel aan. Oké, okay. Nou, we gaan proberen, ik merk het wel hoe dat gaat. Oké, okay. Bedankt. Gaat uw gang. Ja, en luisteraars, ook op deze voor jullie dat ik zaterdagmorgen. Goeie ochtend, moet ik zeggen, via Radio Damsko, Bouwetan. Ook vanavond weer voor Ludwig, die ondertussen de vakantie houdt hier in Suriname. Hij is afgelopen donderdag, dacht ik, is hij gearriveerd. Wel wat grieperig is er nog bij hem geweest. Maar goed, in dat kader, zoals het de laatste tijd is toegegaan, zitten we hier voor Ludwig incognito. En gaan we het een en ander bespreken wat zich de afgelopen periode, zo niet de afgelopen week, namelijk in Suriname heeft afgespeeld. We hebben vandaag de jaarrede gehad. Suriname zit met een BBP, dacht ik, van rond de 178 miljard. Een tekort op die begroting van rond de 4%. En ja, er zijn op en aanmerkingen geweest. Wat mij betreft lijkt het weer zoals alle voorgaande jaren. Zo'n beetje wat ze namelijk noemen wenselijkheden. Want ik zit mij af te vragen, als het de afgelopen 3 jaren niks is geweest, dit is de 4e begroting van deze regering, zal het namelijk in het laatste jaar of de laatste 2 jaren namelijk iets van worden. In elk geval, als je zo naar de president luistert, dan lijkt hij, als hij down to earth is, hij heeft de boetekleed eigenlijk zo'n beetje aangetrokken en gezegd van ja, het is niet allemaal geworden zoals hij had gedacht. Zoals u weet is hij namelijk met IMF in zee gegaan en ze hebben het erover dat de cijfers, de macro-economische cijfers, in place zijn na 3 jaren. Maar wat natuurlijk niet gezegd wordt, het draait in de economie niet alleen maar om cijfers, dode cijfers moet je zeggen, maar het draait namelijk ook om mensen. Mensen die moeten eten, mensen die recht hebben op wat men noemt ziektekostenregeling, goede zorg, onderwijs, veiligheid. En dat heeft enorm tekortgeschoten de afgelopen 3 jaar. En de kritiek is er alom. Ik denk wel dat, als je het mij vraagt, dat deze president hiermee zijn langste tijd heeft gehad, want ik zie hem echt niet terugkomen. Of de mensen die voor hem moeten stemmen, daarvan moeten we zeggen, waarschijnlijk is er dan weer goed een draad los. Want als je moet kiezen eigenlijk voor zoveel ellende en armoede, en je weet, allerlei beloften worden nu gedaan, er wordt enorm geld namelijk opgestapeld om de mensen eigenlijk weer over de brug te halen om voor hen te stemmen. Er is zelfs gezegd, er is geen betere op dit moment dan de huidige regering. Dan vraag ik mij natuurlijk af, als dat mag gebeuren, dan zou ik zeggen, dan verdient dit volk het om afgestraft te worden. En dan, ik heb het al een keertje gezegd, dan moet het je niet verwonderen als het eigenlijk de failed states zijn die ook vaak door Nederland is aangewezen, dat Suriname een failed state is. Ja. Maar dat het ook zo failed state wordt, zoals bijvoorbeeld Haiti. De president die gaat er dinsdag weer naartoe. De redenering is om dat wat in Haiti namelijk plaatsvindt, om te gaan kijken hoe hij orde op zaken kan stellen. We hebben een president die worldwide zich profileert. Hij is pas ook naar de Verenigde Naties geweest. En heeft zich ook daar al zodanig geprofileerd, waarbij er zelfs werd opgeroepen dat de twee kemphanen zijn de Rusland en Oekraïne.
dat hij eigenlijk vraagt dat ze zo'n beetje gaan ophouden eigenlijk met de oorlog en dat hij ook daarin een rol wil spelen. Oké, Haiti wil een rol gaan spelen. Haiti waar de regering eigenlijk de tools totaal niet meer in handen heeft, pretendeert hij daar eigenlijk als de vredesduif neer te dalen. En men vraagt zich af, in Suriname kan je niet zorgen voor de veiligheid, maar je gaat dat wel doen in Haiti. Je zou toch een militaire eenheid uitrusten van in Suriname en dan het verstuur afgebieden? Er is een spreekwoord dat zegt, voorroene af wat eraf dringen, maar actie, doxie volgens mij is de awan watra. Maar ik zie, je wil er ook wat namelijk over zeggen. Ja, ook van mijn kant een hele frisse en goede morgen. Luisteraars van Damsko. Ja, de repertoire die we steeds zien rond 1 september naar begin oktober, tenminste voor de eerste van oktober, staat het in de wet aangegeven. Artikel 156, lid 3, dat men het hooguit op 1 oktober zou moeten hebben. We hebben in vorige regeringen gezien dat men dat aan zijn last heeft gelapt. Maar het mooie ervan, het repertoire bestaat altijd uit wensenpakketten. We horen een begroting steeds, niet bij deze regering, maar bij voorgaande regeringen ook. Die bestaat uit eigenlijk luchtbellen. Men zegt feitelijk een spreekwoord dat erbij past. Het is de huid van de beer eerst verkopen voordat je de beer geschoten hebt. Wat opmerkelijk is, dat men steeds weer artikel 156 lid 3... inderdaad aanhaalt van de jaarrede van de president en het aanbieden van de begroting voor het komend jaar, dan vergeet men even nog twee artikelen verder te gaan, of twee subartikelen verder te gaan van artikel 156. En ik hoop dit keertje het wel te horen en te zien bij de behandeling van de begroting in de sessies die gaan volgen. Namelijk artikel 156 lid 5b. Daar wordt ook duidelijk aangegeven, dus het slot van de vorige begroting, dus van het jaar 2023, dat die ook mede gepresenteerd moeten worden aan de Nationale Assemblée. Ik kijk echt uit naar de presentatie daarvan, want om die begroting van 2024 in behandeling te kunnen nemen, staat eigenlijk bij wet vastgesteld dat je eerst het slot moet presenteren. Waar zijn de middelen aan besteed? Zoals men het had begroet in 2022 voor 2023. Zijn die gelden daadwerkelijk in resultaten omgezet in de projecten die men toen had gepresenteerd bij de begrotingsbehandelingen en de jaarrede van de president in 2022. Dus nu in het repertoire van wensen en natuurlijk iets nieuws erbij. De president die zegt dat hij een boetekleed aantrekt, komt het voor mij en bij andere Surinamers een beetje sarcastisch en zelfs cynisch over. Omdat de president duidelijk aan het zeggen, ik weet wat ik met jullie heb gedaan. Ik weet dat ik jullie tot lijden heb gezet. Maar de president beseft niet dat dat lijden waarvan hij zegt dat hij het heeft gezien, er mensen dood zijn gegaan die de gezondheidszorg niet konden betalen. Er mensen dood zijn gegaan omdat ze hun medicijnen niet konden krijgen. En er zijn kinderen van onderwijs verstoken omdat de ouders niet in staat zijn om de verhoogde bustarieven te betalen. Vooral voor kinderen die zelf dagelijks twee bussen moeten pakken. 1 en 2 bussen terug. Er zijn kinderen die hongerig naar bed gaan. Dat zijn geen zaken die als president nota bene bij een jaarrede ook nog komt bekennen dat je daarvan op de hoogte bent. Je had alle maatregelen moeten treffen dat niet zou gebeuren. En het is toch gebeurd. In Suriname van 2020 tot 2023 hebben we de verschrikkelijke terugval gezien. In elk geval, het is de 4e jaarrede van de president geweest, zoals ik u daar net heb verteld. En de president heeft zich in deze jaarrede rechtstreeks eigenlijk gericht tot het volk. En hij vond dat het volk de afgelopen tijd grote offers heeft gebracht. En dat was eigenlijk bedoeld om ons land weer op een pad van herstel te brengen. En hij vond om Suriname te redden, heeft het volk veel gegeven. En dat verdient
volgens de president erkenning en diep respect. De president, zoals ik u zei, heeft zich rechtstreeks eigenlijk gericht tot het volk. En hij zei dat het, men elke dag weer toont enorme veerkracht te hebben. Dus het volk enorm veerkracht heeft. En dat was de basis van ons herstel en groei. Waarschijnlijk wel groei en herstel wat de macro-economische cijfers, wat ik dat betreft. Ja, maar ik kom zo direct verder hierop in. Het staatshoofd die herhaalde steeds weer tijdens zijn speech dat hij de pijn van het volk bij deze offers heeft gezien en dat zij als regering de verantwoordelijkheid heeft genomen omdat ze consequenties zijn van een goed voorbereid besluit om eigenlijk zaken voor eens en voor altijd goed te regelen, al dus de woorden van de president. En hij zei dat terwijl het volk offers voor zijn gezin, kinderen en kleinkinderen bracht, de regering naar beste vermogen geprobeerd heeft enige verlichting te brengen voor dat volk. Overigens, hij vond dat er nu licht is in de tunnel en wie het niet ziet, zo eigenlijk roept hij op om zo gauw mogelijk naar een of andere opticien hier in Suriname te gaan om een bril, namelijk een gezondheidsbril, aan te schaffen. Ja, en dit is wat ik daarnet ook zei, het komt heel sarcastisch over wanneer de president in zijn jaarrede zich zo richt tot het parlement van Suriname en genodigde gasten die daar aanwezig waren. Maar op het laatst dat hij nog vraagt om het woord rechtstreeks tot het volk van Suriname te richten, waarbij hij de boetekleed probeerde aan te trekken. Het is totaal niet eerder zo ernstig aan toe gaan wat armoede betreft in Suriname. We hebben de jaren 60 gekend, we hebben de gang naar 1975 gekend. We weten dat er ook al destijds in een overwegend VHP-regering die er was, er ook een behoorlijke crisis was. We hebben hongerstakingen gekend. Ik ken dat verhaal, ik was nog misschien niet geboren, maar ik ken dat verhaal van een man met zijn kinderen die daar op de stoep stond bij Reditex aan de Jodenbriedenstraat en een kaars bezig was in stukken op te delen en te eten en ook aan zijn kinderen te voeden. Dat was de hongersnood van toen. Nu waarschijnlijk die hongerstakingen gezien, maar we weten uit vele wijken, uit vele resorten en zeker uit bepaalde districten dat er een dusdanige armoede heerst, waarvan ik als burger de mening ben toegedaan dat als wij opletten hoe bewust de campagne gevoerd is voor de verkiezingen, dat men wist waar het geld was dat ontrokken is uit het systeem op een oneigenlijke manier en dat er beloofd was om die gelden terug te kanaliseren naar de staatskas zodat ze gebruikt konden worden om die tekorten die waren opgetreden enigszins wel te gaan verkleinen. Niet weg te werken, maar te gaan verkleinen, merken wij daags na de inauguratie van de president en de installering van zijn regering dat hij 180 graden koers heeft omgeslagen en de andere kant is op gaan regeren dan wat hij heeft beloofd. In elk geval, ik kan je natuurlijk gaan afvragen na 3 jaren of het niet te laat is. Na alle arrogantie, na alle corruptie, na alle ellende die wij allemaal hier in Suriname de afgelopen 3 jaren hebben meegemaakt, zal je afvragen of dit soort van zoete praatjes nog eigenlijk voor herstel zouden kunnen zorgen. Maar de president beloofde en hij zei dat naarmate de economie weer gaat groeien, zei hij dat hij eigenlijk meer voor dit volk zou kunnen doen. En hij memoreerde in dit kader ook naar de Surinaamse leiders, hij noemde Johan Adolf Bengel en Jagannath Lachman, waarvan hij zei die hebben gestreden voor fundamentele rechten. Ja, dat klopt. Je kan je ook natuurlijk afvragen hoe het zit met die fundamentele rechten als wij weten dat inheemsen hier gebonden met hun hand achter hun rug zijn doodgeschoten. Mensen door honger en radeloosheid namelijk om zijn gekomen. Mensen van de wijde bosbrug zijn gesprongen en dat soort allerlei van ellende nog meer. In elk geval,
gesproken over fundamentele rechten, zei hij dat eigenlijk deze leiders als ook de lessen van eenheid in verscheidenheid en nationale verbroedering hebben geleerd. En hij vond dat het nu het moment is om die lessen toe te passen. Verder vond hij dat hij vond gezamenlijk, in hoeverre we in Suriname nog kunnen praten over een gezamenlijk volk, na eigenlijk een gesproken te hebben en geïntroduceerd te hebben, een bromtjari, waarvan we allemaal weten dat voor bepaalde bloemen water werd gesproeid, ja, maar andere bloemen gewoonweg eigenlijk zijn besproeid geworden met paraquat en grabaxoom, of we nog van een gezamenlijke eenheid kunnen praten, want er is nog nooit zoveel racisme in Suriname geweest als in de afgelopen jaren. Dus niet alleen maar dat stukje racisme waarover ik het heb, maar ook, ik blijf het ophameren, de armoede. De armoede op elk gebied, de geestelijke armoede, maar ook de lichamelijke armoede, waar mensen echt honger hebben geleden. En hij vond, ongeacht politieke of andersoortige voorkeuren, zullen wij ons moeten inzetten om onze samenleving te moderniseren. Verder voegde hij eraan toe dat een nieuw en bloeiend Suriname binnen handbereik is en deed een beroep op een ieder om samen aan die toekomst te bouwen. Dit is zuiver prietpraat, politieke prietpraat om weer aan de macht te komen. Maar ik kan me ook voorstellen hoor, er ligt daar tussen de 16 en 26 miljard aan olie en niet hij alleen, maar allerlei van allerhande leiders, vooral oude leiders, oude politieke leiders, staan eigenlijk in de startblokken om straks weer aan de macht te zijn, om te komen profiteren, dan wel te stelen voor de zoveelste keer naar bauxiet, naar goud, om nu ook olie eigenlijk te komen wegpakken van dit getergde volk. Hij vond, ja, we zijn op de eerste plaats Surinamers en ongeacht waar wij zijn gekomen en ongeacht onze achtergrond, zijn we op de eerste plaats Surinamers. Alhoewel ik moet zeggen, zoals men hier het verhaal verspreidt, deze man was in India en terwijl het Indiaans volkslied eigenlijk werd afgespeeld, stond hij met tranen in de ogen. Ja, dus je vraagt je af, ben je met je gedachten in Suriname of niet? Overigens, bekeken samen met de minister van Buitenlandse Zaken, zijn ze meer in het buitenland dan in Suriname. Ja, en liefst op de momenten waar ze cruciaal nodig zijn. Als ze er zijn, vraag ik me vaak af of ze niet even zijn gekomen om schoon ondergoed, zo niet schoon lingerie, namelijk te komen halen. Waarschijnlijk wel, want hij vertrekt toch ook weer naar Qatar over een paar dagen. Hij vertrekt naar Qatar, maar hij vertrekt ook, zoals ik heb gezegd, naar Santo Domingo. Om daar namelijk het probleem met Haiti eigenlijk te gaan oplossen. Dus we hebben in Suriname een wereldreder. Verder herhaalde hij dat niemand zal worden vergeten of zal worden achtergelaten. Hetzelfde wat hij namelijk in voor 2020 namelijk ook deed. Ja. We hebben het geweten. Het gaat om het nationaal belang als we praten over de nationale en persoonlijke veiligheid. Ze moeten overstegen worden en hij zei ze overstegen politieke verschillen. Dat heb ik gelet op dat racisme dat eigenlijk hier tentoon gespreid is, heb ik echt niets en dan ook niks de afgelopen 3 jaren van gemerkt. Ik denk dat de Surinamers, alle burgers en ik denk ook het politiek dat bekend is met dit repertoire van deze president. Hij vertelt het steeds weer op een heel mooie manier, maar in het handelen is het niet te registreren. Hij presteert dat niet in resultaten. In zijn speech blikt hij waarschijnlijk uit. Ik heb gemerkt zelfs dat we ons moeten afvragen, heeft de president niet veel acteertalent? Misschien te veel acteertalent. Want hetgeen die hij uitspreekt, zo bij een ieder die Suriname niet kent en niet in Suriname woont, en dat is wel Nederlands verstaat, zouden ze dat een heel prachtige speech vinden. Wat men niet vertelt, zijn waar liggen de resultaten van zulke uitspraken. En wij zijn er zeker van bewust dat heel het volk, zoals hij heeft gezegd, we hebben opgeofferd. We hebben niet opgeofferd, we zijn uitgebuit. Dat is wat gebeurd is. We zijn bedrogen en uitgebuit. Dat zijn de correcte woorden die de president zou moeten aangeven in de jaarrieden. Maar hij gebruikt het woord dat hij weet dat het pijn heeft gedaan. Dat we heel veel hebben opgeofferd. Nee, president, ik mag u eerlijk zeggen, vanuit mijn hart
Ik kan u vertellen, heel Suriname is doodgebloed aan die armoede die heeft geïntroduceerd. En die uitbuiting die op ons heeft achtergelaten. En zonder enige reden daartoe, want u had genoeg middelen toen u aantrad. U had ook beloofd dat u zou aanpakken de mensen die onrechtmatig bezig zijn geweest in onze staatskas miljarden weg te dragen, waardoor we in miljarden schulden zitten. We hebben dat niet gezien. Met andere woorden, is het voor ons duidelijk vast te stellen en te concluderen, u laat ons betalen voor schulden die niet zijn gemaakt om te investeren in ons als volk, in onze instituten, in onze voorzieningen, in onze ontwikkeling. Maar dan wil u ook nog eens bij moeten betalen wat u en deze huidige regering van u ook allemaal wegmaken zonder duidelijke verantwoordelijkheden. We weten wat er gebeurd is met financiën en centrale bank. We weten van die OMO's met die TD's. We vragen nog steeds om antwoorden en duidelijkheid en verantwoording daarvan. Maar het assemblee krijgt het nog steeds niet. Verder had hij een speciale dankwoord voor de vakbeweging. De vakbeweging die in Suriname worden genoemd de Chowmen-eaters of vreters. De Chowmen-vreters. Ja, Chowmen. De Chowmen, Fat Abouteren. Die was wel laatst boos, hè? Ja. Hij was er niet bij. Nou, ik zag nog een varkensstaart uit zijn mond nog hangen. Als een soort bar. Ja, maar in elk geval, hij had een dankwoord dus voor de vakbeweging en het bedrijfsleven. Eigenlijk twee instanties die volledig omgekocht zijn door de regering. Die staan helemaal aan de kant van de regering. En die eigenlijk lak hebben. Ze maken enorm veel winsten. Ook mede vanuit die BTW die ingevoerd is. En van geen kantwerk, kortweg. Die BTW die wordt zelfs niet eens overgedragen aan de Belastingdienst. Maar verdwijnt allemaal in namelijk de zakken van het bedrijfsleven, de winkeliers en noem maar op. Hij vond dat die vakbeweging en het bedrijfsleven grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben getoond. We hebben het ook gemerkt, ja, wat het gaat om de belangenbehartiging, namelijk door de vakbeweging naar hun achterban toe. Ja. Ja, de Bami-vreters, de Chowmin-vreters, ja. Maar we hebben het ook gemerkt wat de uitbuiting betreft van het bedrijfsleven naar de klanten toe de afgelopen tijd. In elk geval, de mensen zijn gewoon hun spaargelden helemaal kwijtgeraakt. Zo erg zelfs dat ze de meest noodzakelijke levensbehoeften nog amper kunnen permitteren. Want voordat de week om is aan het eind van de maand, zijn de mensen blut. Verder vond hij dat de regering erkentelijk is voor en rekent dat zij partners blijven op het pad eigenlijk naar economische groei en duurzame ontwikkeling van ons land. Hoe dat mag komen, mag Joost natuurlijk weten, want vanaf deze president is gekomen weten we dat de schulden groter zijn geworden. Zeker een 700 miljoen minimaal is er nog bijgekomen op de schuld die de vorige regering namelijk heeft achtergelaten. Dus IDB en IDB, IMF en weet ik wat nog allemaal meer. 700 miljoen toch? Ja, ik zeg minimaal. Minimaal, ja. Minimaal. 700 miljoen US dollar die er namelijk bij is gekomen. Verpanding eigenlijk nu al van de olie. Hoe noemen ze het? Een directeur van staatsolie die eigenlijk een zeer dubieuze rol binnen het geheel speelt. We denken bijvoorbeeld een contract. Niemand weet wat het contract eigenlijk met staatsolie inhoudt. En Jagisser die weigert namelijk om het prijs te geven. Die olie is van de bevolking, ja. En niet van een kleine groep. Ja, maar ik moet even misschien daarop inhaken. Ik denk dat hij waarschijnlijk nota heeft genomen van de vorige uitzending, waar wij toen hebben gezegd, president en directeur staatsolie, wees van één ding bewust, staatsolie is van het volk. Het is in uitermate een van de weinige, of dan niet de enigste Surinaamse parastatale bedrijf dat professioneel opereert. Wij hebben daarvan ook nota genomen en hebben gezegd, wij ondersteunen dat. Maar in geen zin moet het een geval worden dat men ons nu behandelt alsof wij niet de eigenaar zijn van staatsolie.
Wij waarderen de professionele benadering en sowieso de resultaten die Staatsolie al jaren presteert. Van kijken naar het begin onder meneer Eddie Jarab, ja, van wel eer, naar wat het nu aan het worden is, hebben we wel vraagtekens. En waar zijn de vraagtekens dus groot geworden? Het moment dat de toenmalige directie niet heeft geprotesteerd tegen het feit dat de president zijn wederhelft daar in de RPT wilde hebben en met statuten moest gaan veranderen. Dat heeft voor ons een heel klein lichtje op een groot duistere hoek gegooid en zegt er is iets daar niet pluis. We hebben daarna ook nog een schandaaltje gehad waarbij we weten er zou een alcoholproject worden opgestart, een ethanolproject. Zeker niet zou gepland worden, er is $250 miljoen is daarmee verdampt. Er is die verantwoording dus daarna gekomen. En wij begrepen van meneer Jagisser dat hij met de regering zijn bedrijf, Staatsolie met de regering, keiharde afspraken heeft over bepaalde processen en de directievoering. Ik heb ook gehoord van meneer Jagisser dat hij zegt dat ze daarvoor helemaal naar de groene tafel zijn geweest. En daarbij hebben het in een voordeel kunnen bepleiten dat de directie van het bedrijf de beslissingen niet over de bedrijfsvoering. Dat is waar. Maar de aandeelhouder, de staat Suriname, dus het volk van Suriname, heeft sowieso alle rechten om te zeggen, laat mij zien wat de contracten zijn. Laat mij zien waar het geld dat je verdient door middel van de gelden die van de burgers zijn geïnvesteerd in staatsolie, waar ze terechtkomen. Laat ons zien wat die nieuwe oil- en gasbranche werkelijk voor ons als ontwikkeling, dat bedoel ik zelfs voor de eenvoudige burgers, met zich mee zal brengen in de toekomst. Want de geluiden van 16 tot en met 26 miljard binnen 20 jaar, dat zijn nog steeds een beeld die geschoten moet worden, maar voor de huid al verkocht wordt aan ons. En dat de politiek zelfs zo ver wil gaan om nu al voorschotten daarop te dienen. In elk geval, iedereen keek gisteren zo'n beetje uit naar de jaarrede van de president in die Nationale Assemblée. Die werd natuurlijk gehouden, zoals ik u daar net vertelde, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Echter, moet ik erbij toevoegen, door ervaring, bijna kan je zeggen, door schade en schande wijs geworden, ja, werd er niet veel van verwacht. Maar voor de president is het eigenlijk, je kan het misschien ook zeggen, was het zijn laatste kans om de kiezers ervan te overtuigen dat hij het komend jaar de voorspoed gaat brengen die hij al jaren heeft beloofd. In elk geval, jaren plus nog daarvoor. Hij heeft zichzelf in elk geval in de afgelopen dagen via zijn eigen communicatiedienst opzichtig op de borst geslagen dat het IMF, dat is het Internationaal Monetair Fonds, de derde tranche van ongeveer, dacht ik, $53 miljoen aan Suriname zou overmaken. En dat is inmiddels ook gebeurd, ja. In elk geval, hij zei dat ze hebben laten zien dat hij met strakke discipline en goed bestuur resultaten hebben kunnen presenteren aan het IMF. Waarbij hij aan toevoegde, waar andere landen moed en leiderschap niet durfden te tonen, hebben ze dat wel gedaan. Maar ik wil die president wel meegeven dat dit waarschijnlijk het laatste volledige jaar van zijn regering zou kunnen zijn. En het zou wel eens heel zuur jaar kunnen worden en ongekend veel weerstand vanuit de samenleving zou kunnen oproepen. Vooral omdat hij nu ook al in zijn jaren heeft gezegd dat hij nog meer maatregelen moet treffen. Ja. Richting het volk. Maar, niet richting zijn eigen kabinet, maar richting het volk. Ja, maar ik moet bij zeggen, hij heeft gelijk als hij bedoelt dat in macro-economisch opzicht de situatie in het land, ja, er vooralsnog wat is vooruitgegaan, wat vooruit is gegaan, ja. De regering had volgens eigen zeggen, volgens mij ook geen andere keuze dan het IMF in zee gaat. Nou, ik weet het niet hoor. Het was helemaal niet nodig. Ik denk dat het nodig was. Het was niet nodig. Hij de juiste maatregelen had getroffen. Zoals hij vooral in zijn campagne liet merken dat hij bewust was wat er allemaal fout ging.
Hij heeft een x-aantal feiten op tafel gelegd voor de kiezer, die de kiezer overtuigd hebben gemaakt dat ze zijn gaan stemmen voor de VHP. En echt wel de VHP, omdat dat was duidelijke taal van maatregelen tegen criminelen die bezig zijn geweest in de vorige regering om onze gelden op een onverantwoordelijke manier te beheren. Maar die schulden die erbij zijn genomen ook niet op de juiste manier te kanaliseren naar ontwikkelingsprojecten die ook waren beloofd aan het volk. Luistert u maar, vandaag zegt de president weer dat er gratis internet voor scholen zal komen, nog dit jaar. Nog dit jaar, dat waren ze juist te worden. Maar we kennen ook de president daarvoor, die ook de scholen had beloofd dat ze allemaal internet zouden krijgen gratis. Het zou beginnen bij de Anton de Kom Universiteit en voor de rest zouden men doorgaan. De vorige First Lady, die ging van school tot school, ging die lokalen openen. Maar waar is gratis internet gebleven? Anno 2023 herhaalt deze president die belofte. En ik zeg u van tevoren, wat zullen die kinderen aan het internet hebben die om de haverklap uitvalt? Zou de president niet eerder moeten zeggen, we gaan er alles aan doen om die investeringen te doen, zodat het platform dat je nodig hebt aan ICT-middelen eerst op te daten en op te greden, zodat wij gratis internet op de scholen kunnen zetten. Ik denk dat hij daarmee verstandiger was geweest. En Venetiaan heeft toen de tijd bewust niet gekozen voor IMF. Hij heeft gekozen voor een nul-optie en heeft nog onder veel moeilijkere omstandigheden, hoor, want laat ons niet voor de gek houden. Ja. Er was nog geld en wat ze allemaal met het geld doen mag Joost weten. En die schuld is zelfs groter geworden. Er wordt hier en daar lukraak maar geleend. Er wordt veel gereisd. Er wordt veel geld over de balk gegooid. En het overgrote deel van de leningen die tot nu toe zijn gebruikt, zijn niet anders gebruikt. Niet voor productieve doeleinden, maar voor consumptieve doeleinden. Ja. Maar goed, hij is uiteindelijk met het IMF, ondanks dat er door vele deskundigen is gewaarschuwd, heeft hij gekozen voor het IMF. Hij is met ze in zee gegaan en dat viel zwaar, waardoor die eerste tranche, ik dacht zo begin vorig jaar, de vervolgbetalingen uitbleven. Na nieuwe onderhandelingen werden enkele maanden geleden uiteindelijk de tweede tranche heel moeizaam ontvangen en nu dus een derde tranche waar de regering zo hoog van toren heeft geblazen. Overigens, ik moet zeggen, ze hebben een hele nacht feest gevierd, er is gedanst en weet ik wat allemaal meer vanwege een derde tranche, waarbij je gaat afvragen, meneer, had je dat geld niet voor productieve doeleinden moeten gebruiken, want dat geld, een stukje is voor betalingsbalans steun. Dat wil zeggen, je gaat ambtenaren betalen, weer in de consumptieve sfeer. Ja, met uiteindelijk, gaat u het merken na verloop van tijd, weer een enorme inflatiespiraal. En waarschijnlijk zal hetzelfde gebeuren met deze derde tranche. We weten ook inmiddels dat er een paar maanden terug al een rapport is uitgekomen. Dat er weer 4.000 of 5.000 nieuwe ambtenaren erbij zijn aangetrokken. En er was een opschoning gaande. Wij hebben de tussenstand nog niet kunnen waarnemen van de minister van Binnenlandse Zaken waar hij ermee is en waar hij ermee gaat. Er zou een uittredingspolicy voor ambtenaren die vroeg uit het ambtenarenapparaat willen treden gelanceerd worden. Er zou daarnaast ook een trainingsprogramma komen. Hij herhaalt het dit keertje weer. Dat alle Surinamers getraind zullen worden voor die oil and gas future. Die gaat starten in 2028. Maar in de aanloop daar naartoe zullen alle Surinamers een kans krijgen om mee te doen in die oil and gas sector. En dat zijn precies die uitspraken waarvan ik zeg, het lijkt me een klein beetje sarcasme. Want als wij gaan kijken rond in de wereld, waar de grootste raffinaderij is, zitten, kun je het aantal medewerkers in zo'n branche en dienstverleners in zo'n branche kun je gaan totaliseren. Dus als je praat over het hele volk, dan vind ik het een kwalijke uitspraak en bijna echt wel sarcastisch van die president. We hebben het gehad over de drie tranches die door de regering zijn ontvangen. In elk geval, ze zijn in de wolken, ze zijn zo blij als ik weet niet wat.
Maar je moet er wel voor ogen houden dat IMF geld ter beschikking stelt, maar het zijn leningen die terugbetaald zullen moeten worden. Dus eigenlijk het ongeboren kind wordt nu al in de schulden verder gelegd. Allemaal leningen die gemaakt zijn waarvan de betalingen beginnen in 2027. En pratend over die traantjes kan ik u zeggen... De terugbetaling, hoor. Ja, die traantjes zijn grotendeels vooral bedoeld als begrotingssteun. En de rest mogen ze besteden voor het beschermen van de kwetsbaren in onze samenleving en het bevorderen van investeringen die de groei bevorderen. Overigens, ook achter die investeringen kan je grote vraagtekens zetten, want die dingen blijken achteraf alleen maar eigenlijk corruptiegevoelige activiteiten te zijn, waarvan boze tongen beweren dat die regering eigenlijk corruptie faciliterend bezig is geweest al die 3 jaren. Daarom heb ik daarnet de aandacht willen vestigen op artikel 156, lid 5b, dat daar duidelijk wordt aangegeven dat via de grondwet, dat via de wet, verplicht men de verantwoording van de besteedde begroting van 2022, dus in 2023, wat men goedgekeurd had in 2022, dat men mocht gaan investeren, die bedragen die ze hebben begroot, dat ook een verantwoording, een slotverantwoording moet hebben op die gelden inderdaad zijn geïnvesteerd. Als ze zijn getrokken, ze zijn goedgekeurd en getrokken, zijn ze geïnvesteerd, dan wat is het rendement, dan wel het resultaat. Is er een saldo over, ook dat moet overgeheveld worden. En dat stukje heb ik nog nooit eerder gezien in enkele begrotingsbehandeling. Ik leg de nadruk erop nu en ik hoop dat het parlement dit keertje wel daarop gaat staan. En niet tot artikel 3, maar gewoon van lid 3 gaat van artikel 157, maar tot naar 5b. En over de kwetsbaren verder gesproken... daarvan kan ik zeggen, aan het beschermen van bedoelde kwetsbaren heeft de regering de afgelopen periode bitter weinig gedaan. Bovendien moet u begrijpen, er zijn veel meer kwetsbaren dan men gedacht had. Getuigen dat 120.000 aanvragen voor de maandelijkse koopkrachtversterking die de regering heeft gezegd eigenlijk te realiseren, zijn het 120.000 aanvragen binnengekomen die door de trage afhandeling en nieuwe lastenverzwarende maatregelen allang zijn achterhaald. Van het bevorderen van investeringen, want we hebben het ook over de investeringen gehad en Winston is er daar even in het kort op ingegaan. Ja. Wat die investeringen betreft die de groei zou moeten bevorderen, kunnen we zeggen dat komt daarnaast heel weinig van terecht. Dat is ook eigenlijk het geval met het geld dat van IDB, die IDB is de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, is geleend. En daar was het geld van de IDB ook voor bestemd, eigenlijk voor investeringen. Maar de regering heeft tot op heden niet inzichtelijk kunnen maken waar al dat geld naartoe is gegaan, wat Winston daarnet zelf heeft gezegd. Dus er worden ook door deze regering vele tientallen miljoenen US dollars extra geleend die uiteindelijk wel moeten worden terugbetaald. En het is te hopen dat het staatshoofd dit zal nakomen en uiteindelijk tot aflossing zal overgaan. Want van alle schulden die tot nu toe zijn gemaakt, dus dat wil zeggen de vorige schulden van rond de 4 miljard van de vorige regering en de schulden van waarschijnlijk meer dan 1 miljard van deze regering, is er tot nu toe niets afgelost. Er is geen rente betaald, met als gevolg dat we een opeenstapeling straks krijgen van boeterente. Bepaalde delen van het geld dat uit olie moet komen is al verpand. Er zijn afspraken namelijk gemaakt met Oppenheimer, dat die namelijk mogen verrekenen de toekomstige inkomsten die Suriname denk te gaan verdienen, maar bovenal die hele administratie die zit in handen van Oppenheimer met die verstande dat er straks nog ook kosten komen voor de administratie die te houden en weet ik wat allerlei kosten dat Suriname, als je niet oppast,
eigenlijk de gebeten hond gaat worden en straks niets namelijk overhoudt. Straks wil ik het ook hebben over die verarming van het volk. We hebben er al een deel over gesproken, maar ik dacht dat Winston hierop toch iets verder iets over zou willen zeggen. Ja, dus die bestedingen steeds weer zijn altijd in een grijs gebied. Want men noemt ons bedragen, men geeft ons het gevoel dat het allemaal goed zal komen met Suriname, ook in deze jaarrede van de president. Prijst ons allemaal eigenlijk het Hof van Eden binnen, want ook dat stukje aan godsdienst van de Almachtige die hij heeft aangeroepen om zijn tekens hierover te, heen te laten komen, ontbrak niet. En eerlijk is eerlijk, inderdaad, die Almachtige moet ons allemaal helpen met deze regering om zoals eigenlijk extra te zien om wat eerlijkheid en transparantie erbij te laten komen in het beleid dat ze allemaal uitzetten. Wat wij sowieso hebben gemerkt in al deze verantwoordingen die de president daar aangaf van, dacht ik, 60, zoveel miljard, dat allemaal begroot is voor 2024 uit te willen gaan geven en een 4% korting had, dan moet ik eerst weten, wat heb je gedaan met het geld dat we je toe hebben gezegd voor 2023 in 2022. En laat ons zien wat die resultaten zijn, want het enige wat wij hebben gezien en nog steeds registreren en vermoedelijk het alleen maar erger gaat worden, zoals de president zegt, zijn nog meer maatregelen die moeten komen, maar dat het allemaal nodig is om het volk gezond te maken. Het is zo contrasterend met elkaar, want een volk dat je uitneemt en doodgaat en geen honger leidt en geen eten heeft en geen enkel uitzicht heeft hoe uit die situatie te komen, hoe zal het beter gaan, heer president en de regering? En dan die verarming van dit volk, wat ze te voortduren hebben gehad, en steeds armer worden. Ja, die uitvoering van die hervormingen, zoals we die hebben gekend, en dan heb ik het over het afschaffen van subsidies op brandstof, elektriciteit, ook subsidies op gas en water, zijn helemaal niet lovenswaardig, zoals het IMF ons wil doen geloven, maar zijn doodgewoon, als u het wil weten, door het IMF opgelegd. Weliswaar kan je zeggen op voorspraak van de regering, maar het effect is hetzelfde. We hebben te maken gekregen de afgelopen periode, wat we niet eerder zo hebben gekend, zelfs in de moeilijkste tijden niet, een enorme verarming namelijk van het volk. En de wijze waarop die invoering van die belasting over de toegevoegde waarde, wat ze noemen de BTW, het is gewoon chaotisch geweest, heeft plaatsgevonden, ja, en de op handen zijnde aanpassingen, want er moeten nog meer verhogingen komen. Ze hebben een aantal uitgesteld tot en met november. Je moet weten dat zelfs op lijkkisten moet er BTW worden betaald. Zelfs als je cremeerd gaat worden, gaat er BTW op betaald worden. En zelfs als je geld uit je pin, uit de pinautomaten gaat halen, ga je 10% BTW moeten betalen. Dus ik stel me zo voor dat als je een 3000 schulden haalt, dat je gewoon 300 schulden. Los van het feit dat aan de banken ook nog kosten moeten worden betaald vanwege het feit dat eigenlijk van hun diensten gebruik wordt gemaakt. Dus van de penautomaten. Dat dan de andere is al af van je rekening gehaald. Hè? En okay. Dan word je ook nog achteraf geconfronteerd met de verhoogde tarieven daarvoor. Maar in elk geval kan ik u zeggen, die aanpassingen, en met aanpassingen bedoelen we diehaarde prijsverhogingen die het volk nog te wachten staan. Als je het mij vraagt, die verdienen absoluut geen schoonheidsprijs. Mag ik heel eventjes iets vragen hierover? Ik heb namelijk hier en daar, of in elk geval in de sociale media, gelezen dat ook mensen die vanuit Nederland geld naar Suriname sturen, dat de mensen daar 10% moeten afstaan. Klopt dat? Klopt. Ja, klopt. Ik heb begrepen, er is één bepaalde bank. Ik zal even geen naam noemen, want ik wil niet morgen opgeroepen worden door een of andere politiefunctionaris dat ik me moet komen verantwoorden. Maar er is één bepaalde bank die vooral voor de mensen die gerepatrieerd waren naar Suriname, de gelden die worden overgemaakt via de bestaande contracten en regelingen die ze in Nederland hadden, dan wordt het bij die bank gestort en dan wordt er 10% daarvan ingehouden. Ja, dus als je bij wijze van spreken 1000 euro hier zou moeten ontvangen als
regeling die je hebt, dan kun je maar 900 euro krijgen van die 1000 euro. En dat is iemand die mij van dit gebeuren heeft laten zien op de uitbetaling, de nota die zij hebben ontvangen. Ik heb het niet van horen zeggen, ik heb het van dichtbij meegemaakt bij een kennis van mij. En ik vond dat verschrikkelijk, want dat zijn niet de regelingen die internationaal hanteerbaar zijn. Want op 1000 euro, dat je 100 euro moet afstaan voor de regeling, dus om die 900 euro hier te ontvangen, dat is te gek voor woorden. En dan om even nog dat van die verhogingen, de prijsverhogingen, die het volk allemaal nog te wachten staat, kan ik u zeggen, die zijn niet van de poes. Nog heel zware tijden, zeker nog twee zware jaren staan ons als Surinamers hier te wachten. Om dan nog maar te zwijgen over de nummer door de regering deels ingetrokken, en als je het mij vraagt, toch als schamele verhoging van het wettelijk minimumuurloon. En dat is toen gebeurd onder druk van de VSB. En de VSB die staat eigenlijk voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, die een heel discutabele rol speelt, namelijk onder deze regering. Ja. Waarvan mij het gevoel bekruipt namelijk dat ze ook deel van de politiek zijn, deel van de regering. Ja, ja. Helemaal. En dan van de agenda voor corruptiebestrijding en goed bestuur die volgens het IMF dient te worden bevorderd, ja, is tot op heden niet zichtbaar geweest. De regering heeft op dat gebied wel allerlei schijnbewegingen gemaakt, maar in de praktijk blijft alles nagenoeg hetzelfde. En zo zijn tal van corruptiezaken van de afgelopen drie jaar, moet ik zeggen, nog niet eens onderzocht door het Openbaar Ministerie. Laat staan dat er namelijk iemand is aangehouden. Ja, een jonge man is namelijk aangehouden in verband met grondzaken onlangs. Maar dat is eigenlijk gewoon een slagoffer die ze eruit hebben gepikt. Maar de grote pieten die verdwijnen nooit en te nimmer namelijk achter de tralies. Over die corruptieschandalen gesproken, er zijn wat dat betreft heel wat misstanden die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen. En dan moet ik denken aan het geflopte project van de goudordening. Overigens, Brunswijk die bleek op dit moment, als ik mij niet vergis, de rijkste Surinamer te zijn. Want heel wat goudconcessies zijn van hem, waarover hij geen belasting betaalt. En voor de rest, ja, het goud verdwijnt. Niemand heeft er eigenlijk zicht namelijk op. En waardoor pas nog is verschenen dat hij behoort tot een van de rijkste Surinamers. De man is vicepresident, maar de man mag ook namelijk niet reizen. Maar het komt ook dan heel, heel ludiek en zeer contrasterend over. Want de president in zijn jaarreden zegt dat hij bij de gewezen milieuconferentie in Brazilië keiharde afspraken heeft gemaakt om illegale ontbossing tegen te gaan of door illegale praktijken in de goudsector ontbossing tegen te gaan, want daar komt het eigenlijk op neer. Wetende dat op dit ogenblik tot het leliegebergte, de voet van de leliegebergte, de gouddelvers resulterende onder de vicepresident bezig zijn. We hebben zelfs een filmpje op social media gezien waar de vicepresident over een goudmijn heen vliegt, waar er geloof ik 10 tot 12 graafmachines bezig was, waar hij zegt, oh, na alle de machines die in Europa komen, dus in Nederland, ja, zijn dat al die machines die voor mij werken, de zittende vicepresident die een eet heeft afgelegd, dat hij geen nieuwe beroepen dan wel bedrijven onder zich kan hebben. Doe die uitspraak. Men kan gaan kijken op Facebook. Dat filmpje is daar. Ik heb het niet gezogen uit mijn duim. En ik ben niet bezig met vuilsmeteren. Ik ben niet bezig met racistische uitspraken te doen. Ik ben niet bezig om fake news te vertellen. Ik praat over feiten. Die dingen staan daar. En niets daarvan heeft ooit de president verwacht van gemaakt om te zeggen, vicepresident,
U heeft zulke uitzendingen gedaan. U was in een filmpje en u heeft zulke uitspraken gedaan. Dat is hoogst onverantwoordelijk. En heeft die maatregelen laten hier getroffen. Maar het is diezelfde president die vandaag in de assemblee staat ons gouden bergen te beloven. En ons naar het paradijs van deze regering van hem te brengen. Over fraude en corruptie gesproken. Over die fraude op het ministerie van Financiën, daar denk ik als eerste zo'n beetje aan. En hoe dat kon plaatsvinden. Ja, het diaspora kapitaal, fantasieverhaal, zo kan je het nou ook noemen. We hebben van zeker meneer Saya, dat wordt in Suriname genoemd de Saya Gate, de HPSG Club, het New Surfing Debakel, het zoutwater export sprookje, het SLM-schandaal en de inzet van kinderen, vrouwen en andere familieleden, vrienden en partijgenoten op lucratieve posten, dat zijn allemaal zaken die niet waren beloofd door deze president. En natuurlijk, en last natuurlijk but not least, de waarschijnlijk luchtballon van de internationale port of Nikeri. Er komt namelijk een internationale port in Nikeri. Het was het LNG en diepwaterhaven. Eerst heette het diepzee, later werd het diepwater. En het is gebleken dat de staatsoliedirecteur gisteren of eergisteren weer in een interview nogmaals de vraag benadrukt. Vraag aan meneer Durga waar hij de gas vandaan gaat vinden om het in 2025 te kunnen exporteren. En ik heb de president ook nog horen zeggen dat hij naar Qatar gaat om zaken te regelen. We weten dat meneer Durga bezig was met een bedrijf in Qatar. Een Qatar Investments, dacht ik. En dat zijn geen kleine investeerders. En het is allemaal gelukt om zelfs de president met zijn heel gevolg daar in Nigeria te krijgen voor een ceremoniële opening. Waarbij er vastgesteld is 1500 hectare dat ter beschikking was. 200 hectare werd die dag direct beklonken onder supervisie van havenbeheer. En dat was meneer Andries Talia die dag ik daar aanwezig was. En de documenten, de grondbeschikkingen heeft overhandigd aan de groep van Qatar Investment en de groep van meneer Durga. Ik zie weer voor de zoveelste keer het professioneel gehalte van de regering. Waar de president steeds gewacht van maakt, dat de due diligence die men had moeten doen en check and balances die men had moeten uitvoeren, weer heel veel van zich laten merken, totaal niet professioneel te zijn. De president heeft het verder over hervormingen. Maar ik kan niet zeggen, meneer Botse, uw luisteraars daar in Amsterdam en all over the world, de uitvoering van die hervormingen, zoals het afschaffen van subsidies op brandstof, elektriciteit, gas en water, geloof geen hond. Dat zijn ongeloofwaardig. En er is niemand die dit soort van sprookjes nog gelooft. Het zou pas eigenlijk geloofwaardig zijn indien corruptie, nepotisme en verspilling met wortel en tak zouden worden uitgeroeid, bij de wortel zouden worden aangepakt, om via de implementatie van goed bestuur te zorgen dat zaken weer op de rails zijn. Maar ik kan niet zeggen, dat heeft de afgelopen 3 jaren volledig ontbroken. Maar ondertussen, en we hadden het over die staatsschuld, is die staatsschuld wel met ruim 50% toegenomen tot meer dan 200% van het bruto nationaal product. Ja. En terwijl de feiten aantoonbaar daar liggen, is daarop nog geen enkele reactie gekomen van regeringszijde. Het IMF, maar ook de president, die prediken halleluja en schreeuwen van de daken dat het de goede kant op gaat met Suriname. Maar de kleine man en vrouw, kan ik zeggen, die pinaren steeds meer en de schulden drukken indirect steeds zwaarder, namelijk op de schouders eigenlijk. De zwakste schouders hier in die samenleving. Ja, een van de opmerkelijke uitspraken in het geval van IMF, die de regering zelf de hemel in prijst. IMF heeft wel duidelijk laten weten dat inderdaad de bereidwilligheid om het programma uit te voeren, die zij hebben gelegd op tafel bij IMF, dat die goedgekeurd,
We hebben gemerkt dat ze de implementatie daarvan hebben aangedurfd. Feitelijk moet je de andere steden van de medaille ook bij zo'n uitspraak gaan afwegen. Waarbij IMF eigenlijk zegt, het is een totaal onwijs programma geweest om zulke maatregelen te treffen. Dus ik waardeer de durf die je aan de dag hebt gelegd. En kijk om me heen en zie hoe die Surinamers op een of andere manier subtiel deze armoedegolf over zich heen laten komen. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat IMF niet zeggen, de mensen zitten te wachten op 2025 om die verkiezingen te laten houden, om je dan eigenlijk ook te bedanken op de correcte wijze, zodat jullie nooit meer in die regering komen. In elk geval, het IMF die slaat de plank volledig mis. Dat stelt een bekende criticus hier in onze samenleving, de bekende Roy Vicari. Roy Vicari is namelijk voorzitter van de buitenparlementaire PVP. PVP die staat voor Progressief Verheffende Partij. En hij vraagt zich af hoe serieus het IMF nog genomen moet worden. Net zoals mijn goede vriend hier, Winston, dat zich dezelfde vraag namelijk stelt. Ja, even daarop direct. Meneer Roy Vicari, die volgens je koop, die heeft altijd van de hele goede inzettingen en heeft een duidelijke visie. En dit is ook geen blad voor de mond om de waarheid te vertellen. Maar naast IMF, ik hoorde de president vandaag ook weer zeggen dat ze een ambassade, dan wel een diplomatieke missie willen plaatsen in Zwitserland, Zurich. Ik zeg nogmaals, naast IMF heb je in Basel, dat is ook in Zwitserland, daar heb je de BIS. En de BIS die staat voor het kunnen settelen van internationale regelingen betreffende leningen, ja, en betreffende je economie, betreffende je monetaire en bankaire, de centrale banken, hun vertegenwoordigers zitten in zo'n BIS. En op een ogenblik zou ik de president zeggen, als je naar Zurich wil stappen, praat eerst met de centrale bank governor en vraag hem of hij op zijn minst met zijn directie een vertegenwoordiger heeft bij BIS in Basel. Bij het aangaan van die IMF-overeenkomst behoorden corruptiebestrijding en goed bestuur tot de primaire eisen waarvan tot op heden niets is gebleken. En dan vraagt Roy zich af, kun je nog spreken van geloofwaardige hervormingen als er sprake is van corruptie, nepotisme en verspilling? Zijn er nooit subsidies betaald of zijn vooral corruptie, diefstal en verspilling gefinancierd onder het mom van subsidies? Zonder een diepgaand onderzoek hiernaar worden deze uitbuitingspraktijken gelegaliseerd en gecontinueerd onder toezicht oog van het IMF, waarvoor het volk namelijk betaalt. En dan is de vraag, hoe wil je groeibevorderende investeringen stimuleren onder dit wanbestuur? Dat is toch dweilen met de kraan open. Misschien is dat de reden waarom IMF of die IMF-programma's mislukken en sociale erupties teweeg brengen. Er zijn hier geen hervormingen uitgevoerd, slechts zogenaamde marktconforme prijzen om overtollige ambtenaren te kunnen betalen en de ongewenste status quo te handhaven. Surfing the line. In elk geval, precies op dit heb ik daarvoor benadrukt waarom wij naar artikel 156 van de grondwet moeten gaan, lid 5 B. Ik ga het even voorlezen zoals hij hier staat. Zoals hij precies staat in de grondwet, ga ik hem even citeren. Artikel 156, lid 5 B. De verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de staat wordt onder overlegging van de door het bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan onderzochte rekening aan de Nationale Assemblee gedaan naar de voorschriften van de wet. En dan weten wij dat we hier zeker praten over de Rekenkamer en het KLAT. Ja, het KLAT is het Centraal Land Accountantsdienst. En de Rekenkamer zullen genoegzaam moeten kunnen instemmen om goedkeuring te geven aan de slotrekeningen die de begrotingen van 2022 hebben opgeëist uit onze staatskas of die daadwerkelijk zijn besteed zoals ze daar zijn opgebracht. Voordat de assemblee straks in de meerdere sessies gaat,
om de begroting van 2024 goed te keuren. Laat men die verantwoorden. Ik vraag niet naar die van 2020. Ik vraag niet naar die van 2021. Ik vraag niet naar die van 2022. Laat men alvast het voorbeeld geven om de slotrekeningen te presenteren van de begroting van 2023 die in 2022 was goedgekeurd. Voordat ze overgaan om in 2023 die van 2024 goed te keuren. Dan zal dit ons wat hoop geven ten opzichte van al die mooie beloftes die de president in zijn jaarrede vandaag heeft gedaan. Dat we eigenlijk te noemen Fabeltjeskrant. Zoals meneer Botsen en zijn luisteraars. Ik weet niet of ze dat programma nog kennen in Nederland. Fabeltjeskrant. Maar in elk geval te veel fabeltjes van deze president. En dat is inmiddels het imago dat de regering heeft bij de bevolking. Waar ook maar weinig vertrouwen bestaat. Dat met de huidige politici de te verwachten oliedorrels ter goede zullen komen aan de samenleving. Daarom is het vreselijk belangrijk dat eigenlijk de oude politiek, maar ook de corrupte jonge politici niet meer aan de macht komen. Dat de mensen goed uit hun oogdoppen gaan kijken wie ze daar straks. Want ze zitten gewoon te loeren, namelijk op die dollars. En ontwikkeling van dat land, dat interesseert ze niet. Ik heb die politieke partijen, die oude politieke partijen, tot in den treuren namelijk al zo'n beetje genoemd. En de president moet beseffen dat het volk niets meer wil horen over het licht in de tunnel, waarvan hij heeft gezegd, wie het niet kan zien, dan maar een bril moet gaan aanschaffen. Een licht in de tunnel dat ook waarschijnlijk alleen voor hem en zijn friends en zijn family schijnt, maar waar verder niemand van beter wordt. Ik kan niet zeggen, hij heeft in de ruim 3 jaar dat hij aan de macht is al te veel fabeltjes uit de Fabeltjeskrant verteld. Precies. Waarvan de meeste nooit bewaarheid zijn geworden. Laat hij daarom met die wetenschap in gedachten in met concrete plannen komen voor het komende jaar die ook gaat worden uitgevoerd. Dus, geen luchtkastelen als HPSG en Diepwaterhaven. Diepwaterhaven en een Diepland. Anders kan ik hem meegeven dat dit de laatste volledige jaar van de regering wel eens heel zuur zou kunnen zijn. Het zou een heel zuur jaar kunnen worden. En ongekend veel weerstand vanuit de samenleving kunnen oproepen. Het is, zoals men hier in Suriname zegt, nu echt 5 voor 12. En dit soort van politici mogen nooit en nooit meer aan de macht komen. Dan wil ik gaan naar de centrale bank. Want ook daar is er veel geweest en er is ook daar veel rommel. En vanuit die hoek is er enorme veel inflatie namelijk op die samenleving losgelaten. Ja, we weten het. Nogmaals, ik zal erop blijven hameren. Ik heb dat sinds 2022 begin gedaan. En ik vraag nog steeds, die TD's die zijn gegeven aan de commerciële banken en de verzekeringsmaatschappijen op de achtergrond. Want wij kennen onze markt, we weten hoe het in elkaar zit. We weten wie de vennoten van de banken zijn, we weten wie de vennoten van de assurantiemaatschappijen zijn. Wij vragen nog steeds, centrale bank, leg ons uit waar je dat geld vandaan hebt gehad om zulke hoge rentes uit te keren voor die korttermijn lopende deposito's, die TD's. Die waren van 7 dagen tot 90 dagen. En we hebben een totale winstuitkering van 93% zelfs geregistreerd op de website van de centrale bank. Waar de verslagen daar liggen. We weten het nog steeds niet. We willen weten waar kopen u dit geld vandaan om de banken dat allemaal uit te keren. Zeker de assurantiemaatschappij die mee hebben gedaan aan deze TD. In elk geval, waarover gaat de Global Finance? Beoordeelt de governor van Suriname als een van de slechtste in de wereld. En waarover heb ik het? Die centrale bankers report cards die sinds 1994 jaarlijks door het in New York gebaseerde tijdschrift Global Finance wordt gepubliceerd, heeft de governor van de centrale bank van Suriname een D als beoordeling gegeven. En over een D gesproken, je zou kunnen zeggen, de D van Dommy zou mijn goede vriend Ashwin Ramcharan namelijk gezegd hebben. Zoals hij het namelijk weet, D van Dommy. Daarom heb ik zo net BIS aangehaald. BIS staat voor Bank of International Settlement. En die doet ook alle monetaire en financiële zaken om
regeringen overal ter wereld hun centrale bankdirectie en hun centrale banken te helpen verstevigen. Laat mij weten, als je naar Zurich daar een diplomatieke zending wil sturen, laat mij weten of onze centrale bank ook lid is van BIS. Als we kijken naar de president van onze centrale bank, die van huis uit in feite geen monetaire econoom is, zoals bijvoorbeeld een Jim Boussai, maar een doodordinaire polisverkoper altijd is geweest, dan kan ik u zeggen, de prestaties van governors van 102 landen, en dan heb ik het over gebieden en districten, die zijn beoordeeld, daar heb ik het namelijk over een... de beoordeling heeft namelijk plaatsgevonden. En die president van de Centrale Bank van Suriname is samen met de governor van Bangladesh en Zimbabwe beoordeeld met een D. De D van Tommy, zoals men in Nederland zegt. En hij behoort namelijk tot een van de slechts presterende presidenten van de Centrale Bank in de wereld. En volgens de Global Finance zijn die cijfers gebaseerd op een schaal van A tot F. Dus A tot F. Een A staat voor een uitstekende prestatie en een F voor regelrechte mislukking. En drie landen, Bangladesh, Zimbabwe en Suriname, hebben een D beoordeling voor hun slechte prestaties. En nogmaals, de D van Domi. Het succes wordt gemeten op het gebied van inflatiebeheersing, economische groei, wisselkoersstabiliteit en rentebeheer. En het is geen geheim, moet u weten, dat Suriname een van de hoogste inflatiecijfers in de wereld kent. Ja. De jaargemiddelde inflatie toen Santokki aantrad was 35%. In 2021 was hij 59% en in 2022 was hij 52%. Bijna 53%, ja. Voor 2023 heeft IMF een jaargemiddelde inflatie voorspeld, namelijk van 36%. Ik moet het nog zien, ik schat hem veel hoger. Want IMF speelt ook een zeer dubieuze rol. Discutabele dubieuze rol in Suriname. Ja. En ik weet wel waarom, want nergens waar IMF is geweest, is het eigenlijk goed gekomen. Integendeel, die landen zijn in grotere ellende namelijk beland. Een heel mooi voorbeeld noem ik bijvoorbeeld Argentinië, die nog steeds namelijk gebukt gaat onder de maatregelen van IMF. En deze voorspelling die komt niet uit omdat de jaargemiddelde inflatie van dit jaar zonder twijfel, heb ik u net al gezegd, hoger zal liggen. Ik kan u zeggen, zeker hoger dan 40%. En die regering heeft gefaald omdat die inflatie eigenlijk beheersbaar te houden. En om het IMF-programma niet heeft geholpen, zien we eigenlijk rare dingen. Inmiddels kan ik u zeggen, die munteenheid, de Surinaamse munteenheid, is zodanig ontward dat eigenlijk de centrale bank zelfs bankbiljetten in grote coupures, dacht ik, van 500 gulden, er was zelfs sprake van 1000 gulden, zou willen uitgeven het komend jaar. En die ontwaarding van die Surinaamse dollar is manifest en niemand kan dat ontkennen. Ja, nee, ik heb begrepen dat die grote coupures waarschijnlijk rond december als kerstcadeau worden uitgedeeld en dat we dan gaan wennen aan grotere coupures waarvan men zegt dat de economie stabiel is, de koers stabiel is en er is groei, economische groei. Dat is allemaal lijnrecht, linea recta tegenover hetgeen de president allemaal boeit. We zien het in onze dagelijkse zak wanneer we naar de winkel en de supermarkt toestappen om onze boodschappen te doen. Wat je overhoudt na een week is 0,0. En dan moeten we nog drie weken elke maand nog door zitten kruipen met bezuinigingen, met pijn dat de president heeft geweten en nog steeds weet dat we lijden. En opofferen volgens hem. Nee, we offeren niet op. U heeft ons opgeofferd. Dat is misschien de juiste benadering. En over het wisselkoersbeleid gesproken van deze regering, ik kan niet zeggen, die heeft valikant gefaald. Het voorgeschreven recept van het IMF heeft niet gewerkt. En een van die redenen daartoe, kan je zeggen, was die grote geldcreatie door de regering. Hoewel
die bank, dus die centrale bank, deze informatie met veel weerschat toegaf, was het al duidelijk voor de samenleving hoeveel geld in die maatschappij gepompt is en nog steeds wordt gepompt met alle consequenties van dit. Dan heb ik het over die OMO's, waarover Winston het daarnet heeft. Over die OMO's is ook al bekend dat deze maatregel is misgelopen. En toch zegt de president van de centrale bank, Tommy, ja, dat hij ermee doorgaat. Ja. Eigenlijk doet me bijna eigenlijk zo denken aan meneer Ori, die zegt dat hij namelijk doorgaat met het doorstromen. Juist. Wat gek is dat er al bijna 3 miljard in deze TDSV gaan met zijn OMO's. En tegelijkertijd zij zelf ook weer aangeven dat het mis is gegaan. Waarom ga je met iets door dat misgaat? Maar nogmaals, laat ons weten waar u dat geld vandaan trekt om aan deze banken en deze assurantiemaatschappijen op de achtergrond uit te keren. In elk geval, zoals je daarnet hebt gezegd, die OMO heeft het bank- en verzekeringswezen in Suriname ten koste eigenlijk van het volk enorm verrijkt. Die presidentiële commissie, waarin ook die huidige minister Raghubar Singh zat, ja, van Financiën, heeft dit in niet mis te verstaande woorden toegegeven in haar, in haar verslag. En dat verslag, dacht ik, is toen verschenen in december vorig jaar. Ook heeft het IMF toegegeven dat deze maatregelen niet hebben gewerkt. Die rente, het rentemechanisme bij die OMO heeft ook niet gewerkt. En hoewel deskundigen van die regering en van het IMF niet anders kunnen dan het monetair beleid van die monetaire autoriteiten. En als we praten over monetaire autoriteiten, dan hebben we het over de centrale bank en de minister van Financiën. Die IMF heeft het monetaire beleid eigenlijk zitten verheerlijken en te verdedigen, zal niemand de beoordeling van de global finance kunnen negeren. De huidige regering kan deze beoordeling, als je het mij vraagt, ze kunnen het gewoon niet ontkennen, als je het eigenlijk mij vraagt. Ook die vorige regering valt er een en ander namelijk te verwijten. Als we denken namelijk over, wat was het weer, dat geld dat gebruikt zou worden om uien en aardappelen namelijk te komen. Die kasreserve. Simpelweg kan ik u zeggen, omdat Global Finance de prestatie over 1 jaar beoordeelt. Maar behalve die kasreserve van de vorige keer hadden we ook die 500 miljoen swap met de Fed van Amerika, toch? Ja. Die hebben dan ons goud genomen, of we hebben ons goud verkocht en die 500 miljoen belanden bij een bakker. Ja, dat klopt. En die een cambio genoemd worden. Ja, dus ja. Dat was ook een van de dingen die onderzocht zou worden door diezelfde president. We hebben nooit meer wat gehoord ervan. Ja. Nooit en nimmer meer wat van gehoord. Natuurlijk kan je ook afvragen of die Central Banker Report kaart namelijk alleen maar met negatieve informatie komt. Nee, dat is helemaal niet waar. Die organisatie bewierookt eigenlijk bankpresidenten wie strategieën beter presteerden dan hun collega's door originaliteit, creativiteit en vastberadenheid. Vermeldenswaard is dat die governor van de Indiaanse centrale bank, waar deze president zoveel, het land waar deze president zoveel van op heeft, ja, als de beste uit de bus is gekomen. En hij deelt een E-plus beoordeling samen met de governor van de centrale banken van Zwitserland en Vietnam. En we gaan afronden, heren. Yes. Meneer Botser? Ja, ik zeg we gaan naar de afronding. Ja, oké. Hoeveel minuten hebben we nog? 2 minuten. Dan landen we af, maar ik moet dat even kwijt. In Suriname wordt de centrale bank uitsluitend opdrachten van het IMF uitgevoerd. En voor originaliteit, creativiteit, vastberadenheid is er sowieso geen sprake. Geen wonder dat het IMF zelf het beleid van deze regering komt verdedigen. Dus dan begrijpt u. Het IMF en de regering, die loven elkaar voor het behaalde succes om weer, eigenlijk hebben we weer een deel van die IMF-lening van ongeveer 52 miljoen gehad. Die lening is inmiddels gegroeid tot ongeveer 212 miljoen US dollar. En niet alleen die IMF-lening is gegroeid, maar ook de inflatie.
Die armoede, die werkloosheid, die sociale erupties, kan ik u zeggen, die zijn flink gegroeid. Zodanig zelfs dat meer dan 120.000 burgers zich hebben geregistreerd voor de koopkrachtversterking van de Surinaamse dollar voor ongeveer 1800 gulden die ze moeten krijgen. En dat is bijkans 20% van een bevolking die nauwelijks uit 600.000 mensen bestaat. En dan kan ik u nog zeggen, en het vertrek namelijk van kader van jonge mensen tot nu toe bij deze regering, zoals de cijfers zijn gepubliceerd, zijn er meer dan 200.000 mensen in de verpleging, onderwijs, vaklieden, zijn andere vertrokken. Vooral vrouwen. En het blijft maar doorgaan. En wij vragen ons af, als straks deze regering, want die gaat echt niet terugkomen, waarmee zullen we het moeten doen? Dan zullen we een beroep moeten doen met aan de diaspora. De deskundigen daar bij jullie en all over the world die hun bijdragen zouden willen leveren aan dit land. En dan willen eigenlijk een echte politieke partijen die het roer willen overnemen en orde op zaken willen komen stellen. Geen boeven zijn, geen dieven zoals wij die tot nu toe hebben meegemaakt. En die nog steeds in de plus zitten, die zullen namelijk een beroep moeten doen op deze gasten. En met goede voorwaarden te proberen om ook hun bijdrage te komen leveren in Suriname. Suriname is nog niet verloren. We hebben nog hoop. Ja. Maar Suriname is verloren als ik op 26 mei namelijk over wakker word. En ik hoor de VHP, ik hoor de ABOP, ik hoor de NPS, ik hoor de NDP, de Perkele hoort het daar. En nog een paar van de schurken van de jonge partijen en mensen die proberen aan de macht te komen, waarvan we weten dat ze dieven zijn. Als ik op die bewuste 26 mei hoor dat ze aan de macht zijn, dan gooi ik namelijk de knuppel in het hoenderhok. Ik sluit aan door bij te zeggen. Wij zien al 48 jaar lang dat partijpolitiek het steeds slechter heeft gepresteerd. We zien het aan die grote partijen die niet meer bestaan. We zien het aan die grote partijen die tot een dorpspartij zijn verworden. We zien het nu ook al in de VHP dat heel veel van de Surinamers, en dan praat ik duidelijk over Surinamers, al maandenlang het geluid laten horen dat het niet goed gaat. We kennen zeker de heer Robert Kisnudak. Die durft om de waarheid te vertellen en aan te geven dat er andere alternatieven zijn om het roer om te gooien, maar er wordt niet naar hem geluisterd. Integendeel wordt hij uitgemaakt, net als mevrouw Asawini voor railschopper. Maar laat me dit zeggen. Einde. We zijn ervan bewust dat onze analyses getrokken van de afgelopen 50 jaren, 60, 70 jaren, wij eerlijk zijn om te zeggen, als wij doorgaan met partijpolitiek zoals dat tot nu toe zich heeft voorgedaan, is Suriname inderdaad alle kansen ontnomen in 2025 om herstel te kunnen bewerkstelligen. Heren, mag ik u dank zeggen? En groet. En ik zeg u nog even, wij zijn geen dieven. We hebben nooit gestolen. Oké. Okay. We zullen ook nooit doen. Oké. Okay. Heel hartelijk dank en tot de volgende keer. Oké, dan. Wat een genoegen. Beste